En dat zou niet meer veranderen. Norway 12 points. Norway 12 points. Norway 12 points. Noorwegen winnaar dus. De groep Secret Garden met het nummer Nocturne. Een grotendeels instrumentaal nummer zonder veel tekst. En dat was het voor dit extra late journaal. In naam van de hele ploeg. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Delbert Ward heeft zijn broer vermoord. Dat bekent hij zelf. Maar de hele dorpsgemeenschap in Mansfield beweert dat hij onschuldig is. Een opmerkelijk portret van amper geletterde verworpelingen van de Amerikaanse droom in De Keuze van de Keizer. Morgen op TV2. Miljoen Chinezen kijken dagelijks naar het wereldkampioenschap tafeltennis. De finale zondag in Sportweekend. Oela en Gella in Birmingham. Werbroek en Van de Kaveijen verdedigen hun Europese gouden medaille. Het wielerheier in de Giro. Na de klassiekers begint het grote rondewerk. En Hill en Schumacher in Barcelona. De grote prijs Formule 1 van Spanje. Sportweekend. Zondag 10 voor 8. TV1. Morgen is er voor elk wat wils op TV1 of TV2 aan u de keuze. Ik neem afscheid van u. Wie wil kan vannacht nog terecht bij de Nachtegaal op de frequenties van Radio 3. Daar hoort u onder meer een serenade van Mozart en een symfonie van Haydn. Alle moeders wil ik nu alvast in de bloemen zetten. Heren, verwen morgen in de loop van de dag eens extra de dames, want het is Moedertjesdag. Ziezo, hartelijk bedankt om zo lang bij ons te blijven. Nog een rustige nacht. Rechtstreeks kunnen meemaken. Noorwegen heeft de grote crochetwedstrijd in Ierland gewonnen met Secret Garden en zij zongen of zij speelden Nocturne. Men heeft zich hier geamuseerd met het tellen van de woorden. Het zouden er 24 zijn, dus echt moeilijk om een mooi nummer te maken. Kan het niet wezen.